Oké, hier is een school. En die school die heet de. Oh, dit is geen school, of wel? Het is een kerk. Help, ik zit vast in een vergaderruimte. Yo mensen van de Elke Gamers, leuk kijken deze gloednieuwe GeoGuessr aflevering. Het is weer een tijdje geleden. Maar dan is het vandaag ook eigenlijk wel weer tijd hiervoor. Want ik startte dit op. Ik dacht, leuk, gewoon een keertje doen. En het ziet er gelijk heel anders uit. Dit is home opeens. Dus ik hoop dat de Nederland Challenge er nog is. Want die gaan we doen namelijk. Ik vind, tenminste, ik weet niet hoe lang dit al is. Ik heb het al een maand niet meer gespeeld. Maar volgens mij is het al heel lang niet meer. Is de Nederland Challenge er nog wel nu? Zeg alsjeblieft dat hij er nog is. Oké, ik zie hem niet. Of ik ben er al voorbij. Ach, die doen ze toch niet zomaar eruit. Kan ik ook niet gaan zoeken? Ja. Nederland. Zo. Oké, eens kijken of we hem kunnen vinden. Nederlands. 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 We doen wel gewoon Nederlands. Discover. Ja. Play. Oké, ik denk dat dit nog wel gewoon precies hetzelfde is. Ja. Oké. Nou. Ik zie gelijk een bordje. Dat is goed. Lekker positief blijven. Dat we het bordje niet kunnen lezen. Dat er camera toezicht is. Centrum. Maar waarvan is het centrum? Nee, eentje terug. Oké, we gaan gewoon verder. Wat staat er op dit bord? M. Jansen. Oké, en waar is zit meneer M. Jansen? Dus wijk 22. Ah, hier. Maastricht. Nou, ik gok dus dat we in Maastricht zijn. En dan zitten we dicht bij Bunde. Maastricht. Maastricht. Meersen. Ik kan het niet vinden. Ja, Bunde. Ik gok dus dat we dan via deze weg. Maastricht. Nee, hier. Meekens. 146 meter? Ik was niet... Wat? Ik was niet altijd zo slecht in. Maar ik had gewoon geluk met het bordje Maastricht. Of ik heb gewoon stiekem de hele tijd zitten oefenen. Oké. Stiens. Leeuwarden, 3 kilometer. Leeuwarden. En dan zit er ook Stiens, Britsum. Ja, maar het kan overal zijn. Britsum, hier is al 2 kilometer. Stiens is 4. We gaan nu steeds weer verder weg. Waar zit Leeuwarden? Hier. Maar er staat ook nog iets anders bij dat bordje. En dat is... Oh nee, dat is veel verder weg. Oké. Cornium is nog 1 kilometer. Nou, we komen niet echt op een grote weg, toch? Of noemen ze dit in Friesland wel een grote weg? Nee, er mogen zelfs geen... Er mogen geen auto's in, maar het is wel die kant op. Logisch. Dus dat denk ik dat we hier zijn. Mekes. 926 meter. We zaten nog een weg verder. Maar ik zat wel goed dat we niet... Ja, ik wijs wel naar mijn beeldscherm. Dat we niet hier zaten, zeg maar. Daar zat ik wel weer goed mee. Oké. We zitten nu weer in een binnenwijk ergens. Sowieso. Goed dat je dat kan zien, hè. Maar dan moet ik natuurlijk ook bordjes zien te vinden in een wijk. Ja, ik kom op een grotere weg. Mooi. Welke kant zal ik op gaan?
Die kant. Oké, okay, hier zouden vast wel bordjes komen. Wel een mooi dorpje, denk ik. Ik zou er niet willen wonen, want ik ben niet zo van de rijtjeshuizen. Veel te dicht op elkaar. Oké, okay, hier is een school. En die school die heet de... Oh, het is geen school, ofwel. Het is een kerk. Daar is wel een school, ik had het wel gelijk. De ontmoeting. Waarom heb ik die naam ook eerder gezien bij een kerk? Maar ik kom er totaal niet bekend voor dit, dus... Oké, okay, ik heb echt geen flauw idee waar we zijn. Maar we komen wel weer een beetje bij winkels uit, dus ik gok dat we dan ook wel bordjes tegen moeten komen. Want daar komen mensen op af. We komen op nog een grotere weg. En welke kant nemen we nu? Waar rijden de meeste mensen? Overduidelijk die kant op, dus dan gaan we ook die kant op. Zo werkt dat. Oké, gewoon even een beetje verder klikken. Goed in de verte kijken of ik geen bordjes zie. Hier een bordje, maar dat is weer een kerk. Bordje hebben we niks aan, dus... Waarom gaan we naar... We rijden aan de verkeerde kant van de weg, dus kan ik die bordjes aan de overkant niet lezen. Ja, we rijden weer goed. Oké. Dan zul je nou zien dat er net weer een bordje aan die kant van de weg komt. Oké, we komen nu bij een plaatsnaambordje. We gaan Emmeloord. Nee, Emmeloord niet. Dat, Oh, Emmeloord. Emmeloord West, Urk. Emmeloord. Emmeloord, hier 1 kilometer. En we zitten bij de N351. Als we die weg even kunnen zoeken. N351, ja. Maar zie je hier ook. Dus ik gok dat we dan ook hier een beetje... Zien we hier toevallig niet een supermarkt op staan, de Jumbo of zo. Ja, ga je in de gate als je dit kijkt. Jumbo haat je. Maar, Zwolle is die kant op naar de snelweg. Ik heb echt... Zouden vast wel hier hebben ergens gezeten. Mekes. 624 meter! Oh, ik ga nu naar Google Maps. Ik zit echt lekker dichtbij, Play Next Round. Oké. Ik wist niet dat ik echt zo goed was. Nou, waar zou dit zijn, Sint Hubert? Geen idee wat het is. Maar ik denk dat we wel even die kant op gaan. Dan moeten we toch ooit wel een keer bordjes tegenkomen van 12 kilometer tot. En anders kun je altijd weer terug deze kant op. Zo zit deze game in elkaar. Je zit niet vast aan één plek. Dus Sint Hubert. Ik heb geen idee waar het ligt. Dus op zoek naar de bordjes. Langs de weg. Er rijden wel veel auto's, dus er moet hier toch wel een keer een bordje komen. Oké. Wat een lange kutweg is dit. Zo. Dat moest er even uit. Ik zie het volgende plaatje al. Geen plaats aan boord, maar gewoon een kerktoren. Dat betekent meestal dat er weer een nieuw plaatje komt. Hier. Haps. Haps in Kuik. Je zou er maar wonen in Haps. Haps. Nee, nou, Friesland niet. Ja, weet je wat? Het is vast hier ergens. Mekes. 36 kilometer. Oh, dat is beter dan ik hem in Friesland had gezet. Ik zat wel weer... Eigenlijk dan als je het weer kan gokken, kijk, zit ik wel weer dichtbij. Oké, Koning Willem 2 stadion. Ik weet dat Willem 2 een voetbalclub is. Maar waar de fuck zit die? Ik denk dat Dante zo mee gaan uitlachen, maar ik weet echt niet in welke plaats Willem 2 is. Ik heb totaal niks met voetbal. Hier, ik ga zo'n bordje voorbij.
Hier heb ik ook niks aan. Waarom is dat bordje nou zo kut? Goirelen. Ah ja, daar ja. Ligt er in Breda dan? Breda. Hé, wat? Ik ga eens even weer kijken welke... Oh, hier. Deze moet ik hebben. Waarom kan ik... Oh ja, ze willen natuurlijk niet dat we gaan spookrijden. Goed, zo Google Maps. Eindhoven. Scheetogenbos. Breda. En Waalwijk. Dus we zitten hier in Tilburg. En dan zitten we bij een knooppunt. De ringbaan Zuid. En dan moet hier ergens een stadion zitten. We gaan de ringbaan Zuid hebben we nu gevonden. Maar die komt ook weer op een andere weg uit. Deze weg heet toch echt de ringbaan Zuid? Of heb je dat nou weer verkeerd gelezen hier? Ringbaan Zuid. En hoe heet die weg hier dan? Ook een ringbaan Zuid. Maar hoe heet de weg waar Willem 2 aan zit? Gloriusweg of zo. Het zal wel. Ja, hier, Gloriusweg. En dan heb ik het gevonden, denk ik. Ik ga eens even naar het plaatje waar we starten. Oké. Okay. Dit is interessant. Ik denk hier. Meekeus. 18,5 meter. Ik zat er net een straatje naast, dus. Ik kan me nog net iets verder naar voren moeten zetten. View summary. 21.667 punten. We gaan een enorm map spelen. We gaan natuurlijk nu ook even... Ik vind die plaatjes wel irritant. More popular maps. Oké. We gaan eens even kijken. World US. Inside Barbecue Sauce Factories. United States. Polska. Ja, dat denk jij. Merry Christmas, everybody. Nou mensen, vrolijk kerstfeest. Zo, ik zeg vrolijk kerstfeest en bam. Gaf vuurwerk af, ik weet niet of jullie dat horen, maar... Oké, we zitten... Waar, meneer, kunt u mij even helpen? Ik weet niet waar we zijn. Oké, ik denk dat wij... Ik was even een clipje voor jullie, maar... Ik denk dat we in Moskou zitten, dus hier Mekes. Waar? Jullie denken vast nou, het knipje is... Zodat hij even kon spieken, maar nee, dat is het niet. Ik zag gewoon die letters. West checkout and exit customer service /10-16 information. Weihnacht. Is dit Düsseldorf dan? Dat is de grootste. Zonder gewoon rond te kijken. Oh, dit is Amerika. Duitsland. Düsseldorf. En dan zetten we hem gewoon hier neer. Mekes. Dit keer was het weer even niet goed. Oké. Exit.
Oké, we zijn buiten. Waar de is het in Nederland? Ik zie namelijk gele kentekens. The magic of Christmas at Walken Tree's Decoration Light Gifts. Ja, die moet wel ergens in GB zijn. Verenigd Koninkrijk. En ze vast hier meekassen. Ja, ik zat goed. Oké, mooi. Gewoon, we zetten even speedmodus aan. Oké, een beetje even daarheen. Oké, dat is verkeerd. Er zijn allemaal kerstbomen. Kijk, het is echt heel leuk kerst. Maar ik vind kerst echt heel leuk. Maar ik moet nu even weten waar ik ben. Helemaal. Nee! Ja. Oké. Zit niks de best tree Warrens. Ja, dit is vast. Maar even iets anders. Google Maps komt toch overal, dus waarom kunnen we dan niet gewoon. Parking. Ja, dit moet ergens in Amerika zijn, maar ik kan hem hier neerzetten. En dan zit ik toch nog weer 200 kilometer vanaf. Kijk. Nou ja. Voor Amerika zit daar ook best dichtbij. Ah, goed gedaan. Ach, dag meneer. Hallo. We zitten in. Welkom in. All events are registered guests only. Please be prepared. Show your waistband to each event. Oké. Dit is een heel mooi hotel. Maar we willen weer naar buiten toe. En dat kan niet. Waarom kan dat niet? Ik wil daarheen. Nou, dan gaat het hotel maar even doorkijken. Of ziet er wel ergens een bordje hangen van welkom. We kunnen echt in het hotel door. Nice. Oké. Bij deze ben ik de kerstman die gewoon door het hotel. Nee, de kerstman wil daar komen. De kerstman die mag overal komen. Dit is discriminatie voor de kerstman. Ja, ik ben nu echt boos. Oké, we. In een vergaderruimte. Ja, daar hebben we veel aan. Hoe gaan we uit deze vergaderruimte? Help. Help, ik zit vast in een vergaderruimte. Hoe de fuck ben ik erin gekomen? Hoe de fuck ben ik in deze vergaderruimte gekomen? Help. Help. Ik zit vast in een vergaderruimte. Oh, nu. Wat? Nu zit ik opeens. In de vorige aflevering werd ik al gek. Moet je nagaan hoe gek ik nu word. Gewoon hoe vaak ik omhoog klik, hoe in zo'n andere ruimte kom ik. En dan klikken we weer eens omlaag. Ik wil een hele mooie computer, meneer, maar ik wil uit uw kamer. Nu zit ik weer vast in een computerkamer. Ik begin echt gek te worden weer. Ik ga nu ook gewoon gokken. Ik ben echt helemaal gek aan het worden. Het is hier. Meekes, wat jammer. View summary. Ik ben echt helemaal gek in mijn kop. Ja, dat ene lijntje, dat is een nieuwe brug die wordt aangelegd. Ik ben. Boeg. Maar dat maakt niet uit, bent. Als je het leuk vond, doe ik even dat blauwe duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren op onze kanaal. Hier beneden. En dan wens ik jullie nog een fijne kerst toe. En een gelukkig nieuwjaar. Laters.